bedanken voor alles. Tot volgend jaar. Ik heb even super snel omgekleed, want zo eventjes naar de tuinland toe. Ja, ja, mijn zwarte broek. Of mijn groene broek. Mijn kleurenblend. Mijn groene broek heb ik weer aan. Het is 4:30 geweest en het is gewoon al donker aan het worden. Het gaat echt gewoon steeds vroeger donker, lijkt het wel. Ik had nog een bon, alleen nu ben ik die bon kwijt. Dus ik wou echt daar heel erg graag heen, maar nu kan ik die bon niet vinden. Zou ik nog even in kunnen kijken. Ik had een bon voor een gratis plant. Ik snap er niks van. Ik snap niet waar ik het heb gelaten. Ik ga maar deze hele bak even overhoop gooien. Ik snap het niet, want ik heb dus wel deze kaartjes gekregen tegelijkertijd. Kijk, dat zijn de kortingsbonnen. Die heb ik wel gevonden. Weird. Na 6 keer kijken heb ik hem gevonden gewoon in mijn portemonnee. Wat krijg je dan? Een glas met voorjaarsbolletjes erin. Ik ben benieuwd. Kijk wat een mooie lucht dat we weer hebben. Het is lekker rustig. Hij is bijna dicht natuurlijk. Op 3 kwartier sluit de tuinland. Maar ja, ik heb een bonnetje gevonden. Ik ben benieuwd of ik dan van die mooie prachtige bolletjes kan krijgen. Het is hier echt volgens mij nog nooit zo stil geweest. Ze verkopen nog een paar mini kerstboompjes. Ik denk dat ze nu opruiming hebben van de kerstspullen. Misschien kunnen we deze auto wel kopen. Echt uitgestorven. Ja, hij zal zo weer gaan sluiten. Ik ben al eventjes niet geweest. Even kijken of ze nou leuke visjes hebben. Ja, ik hoop verder niks, denk ik. Even kijken wat ze verder hebben. Misschien wat voer meenemen. Ik weet niet hoor, ik vind het een beetje apart. Zo even die bolletjes met zo'n een beetje een raar idee bij. Op alle kerstartikel, de uitzondering van rode stickers. Ja, heb je nog wat leuks bij ze? Een tak. Ook leuk, een tak. Pak een zak en vul die met decoratiemateriaal naar keuze. Er zitten natuurlijk wel leuke dingen bij om mee te decoreren, ook na de kerst misschien. Hallo. Nee. Zo'n hart sukkelen. Niet of dat ook kerst is, maar. Het is best leuk. Om eraan te hangen. Gratis inplanten. Het is wel hard gegaan met die taartjes. Er is er veel meer van over. Ik vind het wel leuk. Wel leuk. Kokosnoten met vogeltjes motief. Ik heb thuis ook nog een paar van die dingen die ik nog in de tuin zou hangen. Het is wel leuk.
wat klanten. Ja. Dat heeft al wel wat klanten opgeleverd. Ja, dat was wel de markt. Als je nog meer klanten weet. Hè? Dat is toch wel even heel erg mooi dit, hè? Kijk dit dan. Wauwie. Deze is echt gaaf. Hij heeft alleen iets gegeten, zie je? Kijk. Even gesmuld van het gebak of zo. Oh, dit is toch gewoon mooi. Ik vind het echt heel mooi. Het is gewoon een soort kunststof, hè? Het is een beetje... Hoe heet het? Het lijkt op steen, maar het is een soort hard plastic. Kijk dan weer cute. Jammer dat het een beetje donker is. Die zijn mooi, hè, die dingen. Varkentje. Wauw, wat zou het kosten? Oké. Oh, kijk eens. Check die cavia's. Een schildpad. Ja, nou, ik ben verkocht. Die gaat mee naar huis. Nou, ik had nog een kalender nodig. En kijk eens wat ik heb gevonden. Een kalender van Simon the Kid. Ik ga even kijken wat het kost. Want er gaat 40% af. Heel mooi te doen. 7 euro ongeveer. Nou, voor Simon the Kid vind ik het een leuk bedrag. Kijk, ik ben er van Pokémon. Ook leuk. Nou, die waren natuurlijk al vaker geweest. En nou is het weer heel donker hier nu. Ah, dat is mijn vriendin weer, kijk. Ze staat er nog. Die staat hier echt al een paar maanden. Hallo. Hallo. Ze hebben nog genoeg. Dat is ook wel mooi. Kijk, want ik ben namelijk een ram. En die is wel heel erg mooi. Nou, ik heb wel een hoop plezier beleefd bij dit ding. Hier zo. We moeten straks alles weer opruimen. Dat is ook wat. Nou, houdt de mensen weer aan het werk. Ja, deze afdeling was dat. Indian Summer. Daar zag ergens zo'n... Die stond daar bovenin. Ja, hij staat er nog. Moet ik alleen even kijken wat het kost. En als het te duur is, dan gaat het helaas over. Wat kost die? Ah, ja. Kijk, leuk voor mijn verjaardag. Hij kost namelijk 40 euro. Mm-hmm. Dat vind ik dan een beetje duur. En naar boven is daar nog een grotere. Mijn nieuwe vriend. En er liggen allemaal dingen afgeprijsd. Oké. Okay. Ja, 2 euro. Een heel kop. Ja.
Oh, dat is mooi. Jammer, dan wist ik misschien wel iemand die daar wel blijft naar lukt. Leuk. Ja, een hoop dingen nu. Ik neem deze mee, met zo'n leuk. Ik ga jullie vragen wat dit is. Wat kun je hiermee? Er zit een handvat aan. Ja, ga ik nu het antwoord geven. Het is een bloemenstripper. Ik vind deze echt onwijs leuk. Ik vind het een heel leuk lampje. Ik weet niet of dit nou kapot is of niet. Maar... ik vind hem super. Ik wil deze heel graag hebben. Er is er nog één. Deze vind ik wat minder leuk. Deze vind ik wel heel leuk. Ik ga even kijken wat die kost en of die nog heel is. Ik wil je bedanken voor alles. Tot volgend jaar. Weet je wat ik ga doen? Ik ga eventjes voor Stan even wat lekkers halen bij de Mac. Voor me, ik moet even wachten. Bonnetje. Niet alleen voor mezelf, voor Stan hoor, ook voor mezelf. Ik heb een of andere visburger of zo. Ga ik uitproberen. Ik weet niet of dat lekker is met boerenfriet. Kijken wat ik daarvan vind. Goed gebeurd. Ik heb ook nog een bak groenvoer. Oké, sausje erbij, weet ik veel. Een of andere. Oh, daar zit wijn in. Ik heb die lamp meegenomen bij de tuinland. En die is echt heel mooi. Kijk even. Ik vind het helemaal mooi. Dit is dan de kaars die ik mee heb genomen. Die qua geur. Ja, helaas kun je dat niet ruiken, maar. Ja, kijk. Het is een soort persic. Cake-achtig. Ding. Maar dat is echt, deze ruikt echt heel erg lekker. En dit zijn de krokusjes die we kregen op de bon. Die kun je dus gewoon gratis die ophalen. Nou, ik vind het leuk. Dit brengt toch eventjes weer een ander sfeertje met zich mee dan die winterdingen en de kerstdingen. Nou is dit wel een kerstding, maar ik vind dit soort vlinderdingen met glittertjes altijd wel leuk. Dus ik ga hier ook even kijken hoe mooi het is. Ik ga er ook even een mooi plekje voor zoeken. Ja. Ik doe het dan denk ik zo. Ja, dit was dus ook 40% korter. En ik heb al mijn kaarsjes. Ik heb soms ook kaarsjes. Die zijn veiliger met de katten natuurlijk, hè, dan gewone kaarsen. En die batterijen, die zijn natuurlijk nou ook gewoon voor de helft. En normaal kosten ze dus maar 99 cent. Dus ik heb gewoon nu 50 cent betaald. En dit kost 79 cent. Dus ik heb nu hier de helft voor betaald, voor deze dingen. Ik heb lekker zo koffie met de Milky Way. En dan ben ik natuurlijk zo wel heel erg benieuwd naar
Simon's Sketkalender. Die ga ik zo openmaken. En dan ga ik eens eventjes kijken wat er allemaal van leuks in staat. Plastic is eraf. Ik ben benieuwd. Ah, dit is wel heel erg leuk. Ja, het glimt zo een beetje. Hè? Even kijken. Een beetje anders. Zo. Deze kant even op kan leggen. Ja. Oh, je kijk, er gaat hier dat het januari 2018 zit. Dat is nog een eind weg. Ja. En hier is het alweer de kerst van 2017. Dat is nog lang niet. En dan januari is dan deze week. Tot 1 januari. Dan moet je weer een nieuwe. Nou, ik vind het leuk. Erg leuk gemaakt. Mooi. Ik heb weer goed gezelschap. En moet je niet bijten. Je mag niet stoppen met aaien, hè? Heerlijk. Zie je hem genieten dan? Wat een lekker ding. Wat een kindertje. Ik ben even aan de knutsel geweest. Kijk, ik heb dit gemaakt. Ik moet alleen even de letters nog met, ik weet niet of je het kunt zien, maar ik moet de letters eigenlijk even met plakletters maken. Kijk, er bestaat namelijk geen play button van, kijk, het is 3D, hè. Er bestaat namelijk geen play button van 100 subs. Dus ik denk, maak gewoon voor de grap, maak dit voor leuk. Dus we moeten eventjes een keer van die zwarte plakletters hebben. Dan zet het hier neer. Nou, dat is toch hartstikke, oeh. Ik heb het wel iedere keer met mijn elleboog de koffer tegenaan gestoord. Nou, ik heb nou toch een leuke werkplek zo, hè? Ja, want dat ook. Ik vind het helemaal mooi. Ik zal even wennen aan het, die afdruk op de muur. Doeg. Wat rusten.